een half uurtje of vijf. Op die fiets. Ja. De fans van Twente kan helemaal in de woestijn. Het is niet zo vaak dat ze zeggen vandaag dat de oefening in het podium weer zou gaan. Toch niet voor de tekenvisie. Valkeniers hier op vlak die het oudje tussen duim en wijsvinger laat zien. Oftewel heel tevreden met het resultaat. Zoals wij dat dus jullie dat hier hebben gezien. Op de hand ik eventjes afwezig was. Dus ik ga even het lijstje openen. Denk maar. Een stukje differentieelwerking voor de grote kolonnen. Hier zie ik dat langzaam aan de kant een beetje erin staat. Waar het verkoper mooi is. Die dan wel aan de kant van de baan staat. En ik ook grotere namen in ieder geval in andere klassen. Differentieel werken heb ze nog willen. En het scheelt een klein stuk in, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een beetje naar 110 meter wel een behoorlijk stuk kwijtstras. Zo reëel moet je dan natuurlijk ook wel zijn. Maurice de Kerk, de leeftijd van de Scania 292. Vanuit Wangeveld, hier op de baan in Putten. De operatie doen we volgens mij ook in de... En als we gezien hebben... Dat is wat je zo'n schakelijk van hebt. Ja. Dit keer ben ik bang voor de voorraad, ja. Na de finale van de 3x6 Supersport. Hier in ieder geval plaats in. Kijk eens naar de strijdwagen. Het strijdwagen op. Heeft zijn beste dagen gekend. En voor de bijschrijving zien we aanhaken. Waarbij geen obsessie is, maar wel een echte passie. Die toetsen voor het moment dat hij dat in de tijd is. Niet aan de hoogste twee aanstaande, maar wel in een
mooie run en met een big